Goedemiddag, ik ben Johnny Verhagen, lid van het bestuur van het Koninklijke Vereniging De Nachtegaal. We zitten hier onder een stralende hemel en straks gaan we beginnen met de kattenknippeling. Dus een volksspel die al eeuwen oud is. Dames, juffrouwen, heren, de aanleiding van het zonoverhoop De Nachtegaal gaan we het verhaal hier een keer binnen vertellen. En de hoofdrol een boterpot met erin een fluwelen katje, opgehangen aan een halg. Met verzaagde wilgenstokken probeert men de pot aan tegelen te gooien. Wie erin slaagt het katje te bevrijden, wint, is de held van de dag en komt op de gulden lijst van meester smijters. Inhoudelijk, het spel, die kattenknippeling, wat is dat eigenlijk juist? Allee, ik vermoed dat het is, ik weet het eigenlijk heel zeker, dat het werpen is met een stok, maar is het niet meer dan dat eigenlijk? Maar het basisprincipe is eigenlijk vrij simpel. We gaan op 38 spadenlengtes ver staan van de paal waar een boterpot wordt aan bevestigd. En daarin zit een plussen kat. Historisch natuurlijk was dat een echte kat. En daar gaan we dan naar werpen met wilgenstokken op ongeveer een halve meter afgezaagd. En iedere ronde gaan we dichter staan tot de pot breekt en de kat op de grond ligt. En wie de pot breekt en de kat ligt op de grond, is de winnaar van de dag. En is natuurlijk de held van ons dorp, van onze parochie. Op die lijst komen van winnaars is, denk ik, alleen zeer belangrijk. Het is een eergevoel. U bent er zelf al een keer op gekomen. In welk jaar was dat? Als ik het goed herinner, denk ik 2008. Denk ik. Ik heb hem eenmaal kunnen afgooien. Er zijn hier mensen die al hun leven meedoen en die nog nooit het geluk hebben gehad om hem te kunnen afgooien. Dus het ziet er soms simpel uit, maar het is niet zo simpel om op de lijst te komen. Hoe is dat varen? Ja, Jolie! Dames, mijn heren, vanuit het zonoverhoten kruiszeker groet ik u voor de 166e kattenknippeling. Mag ik vragen, dagsvee en eredames, zich klaar te houden om de eerste worp te werpen? Stijl, hoe is het mee? Ja, een stokje gepakt neer. Vanaf de spade dan moet je smet. Ja, joh, niet berekenen heb je hoor. Van zover. Ja, smet op, helemaal fruis. Wat was dat? Hunter aan die spa. Ja, ah, ja, moet dat varen, hè? Moment op. De datum is gefixeerd op paasmaandag. En Pasen, dat valt op 1 maart, begin april. Dus de weersomstandigheden zijn dikwijls zeer verschillend. We hebben al zeer mooi weer gehad. We hebben al sneeuwvlagen gehad. Vandaag is het weer een beetje, laat ons zeggen, druilerig. Maar goed, ja, wat verwacht u vandaag van de opkomst? Uit ervaring weten wij dat we hebben altijd een vast publiek die sowieso komt opdagen. Dus mensen die weten dat paasmaandag kan heel mooi zijn, kan natuurlijk zijn aprilse rillen, kan waterachtig zijn. Maar wij weten dat hier op de parochie en mensen die hier ooit hebben gewoond en ook de mensen die in nabije gemeente wonen weten dat. En we moeten ook zeggen, nu in het Vesputje hebben wij hier een accommodatie waar wij niet meer in het veld moeten staan. Waar vroeger altijd
de, zoals ze zeggen bij ons, de kalletjoeten botten, altijd meehingen, is dat nu niet meer nodig. Dus is wel een extra luxe bijgekomen. Maar ja, het weer kun je niet voorspellen, zeker niet in het begin van de lente. En het is wat het is, we wonen altijd in Bali. De oorsprong, het gaat al heel ver terug. Laat ons zeggen, meer dan 100 jaar, meer dan 120 jaar, meer dan 140 jaar. Ja, geschiedkundig is het misschien een stukje moeilijk, maar het is wel al lang aan de gang. Ja, tuurlijk. Om echt vast te leggen wanneer de eerste keer het gebeuren hier op onze parochie is gebeurd, is moeilijk om vast te leggen. We kunnen toch al meer dan 100, 120, 130 jaar terug gaan wanneer de eerste maal het gebeuren hier is geweest. Maar natuurlijk weten wij allemaal, onze naburige gemeenten bijvoorbeeld, dat was zeggen Beeslaren, stad Ieper, altijd rond de kattenstoet, de heksenstoet, is er hier veel gebeurd rond de inquisitie, rond het heksengebeuren. En we weten allemaal dat een kat werd geassocieerd met een heks die hem zich kon transformeren. Bijvoorbeeld in Ieper weten we allemaal wat er gebeurd is als de katten van de in het water gooiende heksenverbranding. Hier hebben we ook in Kruiseke een Halgenstraat. En waar mensen werden verhangen. Natuurlijk is onze volkspaal is gegroeid vanuit die inquisitie. Misschien een beetje een zwarte pagina uit onze geschiedenis. Wat wij in de streek hebben omgedraaid tot een volksgebeuren. En een positief gebeuren eigenlijk. Vroeger, zelfs voor mijn tijd, mijn grootvader heeft dan nog geweten dat er echte katten in de pot waren gestopt. Dus dat was eigenlijk het gebeuren. Was de kat was, zoals gezegd, de heks. En als je de kat in de pot stopte en ze gooiden naar met wijgestokken, de pot brak, de kat viel op de grond en de heks was verjaagd. Dat was eigenlijk de basis van van de traditie die nu nog gebeurt. Natuurlijk, nu is het niet meer met een echte kat. Maar daar ligt eigenlijk de basis, de heks verjagen uit ons midden. Het knippelen is een beetje inderdaad een speciaal woord, maar het is dus gewoonweg gooien met stokken 50 centimeter lang, diameter 4 centimeter, naar een pot op een redelijke afstand. De mensen die eigenlijk die pot kapot gooien, zijn niet altijd eigenlijk top sportmensen. Het kan die doodgewone burger zijn die het plotseling die zijn doel treft. Is ook de basis van een volksspel. Is ook niet dat je moet Olympiër zijn, bij wijze van spreken. Om mee te doen. Meedoen is belangrijker dan winnen. De Olympische gedachte, maar hier telt dat wel. Natuurlijk, als je de winnaar bent, is dat natuurlijk een extra dimensie. Verleden jaren was het eigenlijk een beetje speciaal. We hebben zeer lang moeten gesmeten worden om die pot eigenlijk aan Dichelen te gooien. Maar wat is zo'n beetje het gemiddelde? Ja, is moeilijk om te zeggen. Maar laat ons zeggen, gemiddeld is dat zo'n 2 uur. Iets meer dan 2 uur. We beginnen op een symbolische afstand natuurlijk. Bijna niemand kan de pot raken. Maar dan gaan we iedere ronde dichter. Dat begint met 1 spadenlengte. Naar gezien het weer. Of hoe dat het vordert, gaan wij ietske vlugger dichter gaan. Dat hangt af van het bestuur, wij beslissen dat, hoe dat verloop is. Maar iedereen per ronde gooit vanaf dezelfde afstand. En de volgende ronde hebben we een nieuwe afstand en iedereen gooit vanaf die afstand. Natuurlijk is het moeilijk, niet iedere stok is geëikt natuurlijk. Iedere stok heeft een andere dikte, ander gewicht. De lengte is natuurlijk hetzelfde. Maar dat maakt het soms ook moeilijk. Hé. En ook, we zitten hier aan het vestputje, hier op Kruiseke. Het is hier zeer winderig, hier op deze site, zeer winderig. Dat maakt het ook moeilijk om accuraat te gooien. En wanneer ben je zeker dat je werkelijk gewonnen bent? Neem nu, de pot is deels kapot gesmeten, maar het katje is nog niet op de grond gevallen. Ik denk dat het niet telt. Wanneer bent u winnaar? Ja, we zijn
natuurlijk doorheen het spel nu en dan mensen die de pot raken of stukken eruit horen of die breekt. Dan is dat een symbolisch pintje dat je krijgt. Hé. Maar de winnaar is eigenlijk echt wanneer de pot breekt en de kat valt op de grond. Ook natuurlijk naar het eeuwenoud gebruik. Als de kat niet op de grond is, kan de heks ook niet verjaagd worden. Dat is een beetje zo het eeuwenoud gebruik. Dus wanneer de kat de pot breekt en de kat valt op de grond, dan ben je de winnaar. Dan krijg je symbolisch natuurlijk een attentie van ons, van het stad. En, vind ik heel belangrijk, krijg je de reststukken van de gebroken boterpot mee, die bij mij nog altijd aanwezig zijn in mijn huis. Hoe komt het nu eigenlijk dat na al die jaren het volksspel hier in Kruiseke, de kattenknippeling, de katrolsmittingen, dat dat nog zo actueel is? Dat er daar nog zoveel vuur in zit? Dat is natuurlijk een beetje de intentie van de inwoners en de mensen die er nog mee bezig zijn. En het volksspel of het volksgebeuren nog in leven willen houden. Deze dagen is dat soms moeilijk om nog het vuur in oude gebruiken wakker te houden. Maar hier in Kruiseke proberen wij toch altijd nog altijd dat in leven te houden. Samen met alle mensen, het bestuur en mensen die hier wonen, toch nog een volksspel te hebben. Oh, heel slecht, hè? Ja! Ja, we zijn er! Hey, Sikotijn, dat is heel slecht, joh! Ja, wereldrecord. Sikotijn, dat is heel slecht. Proficiat, fans. Proficiat, man. Ja! Het is hier voor. Het is een magnifiek. Goed op. Mooi jongen. Dank u, dank u. Johnny, de boterpot. Een vraagje, waar komt die vandaan? Waar halen jullie die? En hoe komt het dat die zo mooi geschilderd is? Wel ja, ik denk dat het mooi is om een geschilderde boterpot even te kunnen ophangen. En we hebben genoeg elementen om dat te doen. We hebben natuurlijk als hoofdelement de kat. Je hebt stokken, je hebt dan de paasbloemen, je hebt de paasgaas. Dus ik kan putten uit een oneinde dingen van. En zo lukt dat ieder jaar om dat te doen. Kijk, als ultieme recordhouder zou ik wel een woordje placeren. Ja. Voor meneer Van Aertvoet. Ja. Dus ja, in ieder geval dank voor al de organisatoren die dat hier ieder jaar organiseren. Dus zonder dat ik het, is er niks. Hè. En een beetje geluk. En ieder jaar deelnemen is de boodschap. Goed. Ja. Dank u. Naar volgend jaar toe is het natuurlijk terug op paasmaandag. En iedereen is welkom, jong, oud, man, vrouw, iedereen. Deelnemen is de boodschap, maar niet deelnemen kan je winnen. Nee. Dus de winnaar kan dat beamen. Nee. Ja.